beste heer. Fijn om in uw midden te zijn vanmorgen. En ik heb een paar bekende gezichten gezien. Dat doet me altijd goed. Als ik mensen zie die getrouw zijn waar God ze geplaatst heeft. En ik zie natuurlijk Cornelis en Ali. Fijn om jullie te zien. Maar en natuurlijk ook broeder Minderhand. Ja. Koen Minderhand. En het is, ik ben God dankbaar voor dit bolwerk in Rotterdam. Hoort u wat ik zeg? Dit is een bolwerk in Rotterdam. En deze kerk kan alleen hier zijn omdat er getrouwe mensen in dit huis zijn. Het zijn geen kleine dingen. Kerk ben je niet alleen, hè? Kerk ben je met elkaar. En dank God voor de leiding in dit huis. Natuurlijk, uw voorganger zit in Suriname. Ja, ik ben hier, hij is in Suriname. Maar ik ben echt dankbaar voor wat hier gebeurt. En onthoud dit, iedereen van u is belangrijk. Ja, het probleem in christendom is dat sommige, heel wat christenen denken, ik ben maar ik. Maar God heeft u nodig. En kerk zijn kan je niet alleen doen. Kerk zijn doe je met elkaar. Alles wat hier is, is het werk van u met z'n allen. En christenen moeten hun plek gaan innemen en begrijpen hoe belangrijk jij bent. Een oma is erg belangrijk. Wat kan een grootmoeder impact hebben? Soms luisteren kinderen makkelijker naar opa en oma's dan papa en mama. Hoe vinden we dat? Ja, want dan worden ze verwend, hè? Weet je. Ja, en iedereen is belangrijk. Er zijn mensen die alleen u kan bereiken voor de Heer. Ja. En ik hoop dat we dit gaan beseffen met elkaar, zodat God kan doen wat hij wil doen. Ik persoonlijk vind dat we achter zijn op het programma van de Heer. Ik weet niet hoe u erover denkt. Hoeveel wordt er niet gepreekt, zeg, wereldwijd? En laat ons de wereld vergeten. Hoeveel wordt er niet gepreekt in Nederland? Eigenlijk zouden kerken bomvol moeten zijn aan alle kanten. Ja, hoeveel geloven dat God Nederland wil redden? Dan moet er nog heel wat gebeuren, vindt u niet? Je moet er toch niet aan denken dat een mens verloren gaat. Ik heb heel wat echo hier, misschien kan het een beetje minder. Gisteravond zat ik te denken, Heer, help mij om zo met u te leven, dat ik zoveel mogelijk mensen voor u kan winnen. Je moet er toch niet aan denken dat een mens verloren gaat. Zal ik u wat vertellen vandaag? Ik begrijp de hel niet. Maar ik begrijp wel de liefde van God die niet wil dat de mens daar naartoe gaat. Ik begrijp de hel niet. Ik kan het niet begrijpen. Maar ik weet wel dat dit er is. En ik weet wel dat dat de reden is dat Jezus gekomen is en zijn leven gegeven heeft om ons daar niet te krijgen. En een mens moet zich bekeren. Ik moet er niet aan denken, ik bid voor mijn buren, voor mensen die ik ken. Ik wil niet dat mensen verloren gaan. En God zoekt die passie bij ons allemaal. Hoeveel zijn blij dat u gered bent? Man, Jezus is echt hoor. Hoeveel weten echt dat Jezus leeft? Man, wat een... Het feit dat ik loop te preken kan alleen omdat Jezus leeft. Ik heb nooit willen preken. Nooit. Van alle beroepen die op aarde zijn heb ik als kind al gezegd, ik word nooit dominee. Nooit. Ja, en ik was overtuigd dat ik het niet zou zijn. Ik ben het ook niet. Ik ben een prediker geworden. Maar ik bedoel, ik wilde niet het evangelie verkondigen. Dat is niet iets wat in mij was. Toch hield ik rekening met God. Ik had een godsbesef, was niet gered. En ja, goed, ik ben met mijn medicijnenstudie bezig. En dat wilde ik graag. Ik wilde graag in de medische wereld een hele grote, mooie positie halen. Al mijn vrienden zijn het geworden. En ik kom tot bekering. En God zegt, dat is niet de weg voor jou. Het feit dat ik loop te preken komt omdat er een God is die kan praten. Want ik had voor niemand anders dit gedaan. Nee, voor niemand. Geen vriendin, geen vriend. Ik wilde arts worden en een specialist worden. Dat wilde ik. Maar God kwam in mijn leven en ik begreep de grote liefde van God. En hij zei, ik heb je geroepen om mijn evangelie aan mensen te brengen. En ik ben dankbaar. Het is het beste wat me ooit te beurt is gevallen. Dat God mij geroepen heeft, dat hij me gered heeft. En dat hij me geroepen heeft om zijn boodschap bij mensen te brengen. Maar heeft u ook geroepen? We zijn allemaal geroepen. We zijn allemaal geroepen. Hoeveel weten dat u geroepen bent? Hoeveel weten dat als iemand je roept, ze een boodschap voor je hebben? Als ik u roep, kon, kan je even komen?
Stel u voor, ik laat hem nou de hele dienst hier staan. En ik doe niks. En ik eindig de dienst en ik loop weg. Dan weet ik het gesprek na deze samenkomst. Wat, waarom heeft die Koen naar voren geroepen? Hij heeft niks gezegd. Als je iemand roept, wil je iets zeggen. Dus als God u geroepen heeft, wil hij ook wat zeggen. En dat is wat ik je vanmorgen ga vertellen. En Koen, ik heb je geroepen om een voorbeeld aan de mensen te geven. Dus ik wil je bedanken dat je weer mag gaan zitten. Ik wil niet preken vanmorgen, ik wil spreken. Je hebt preken en je hebt onderwijs. Spreken is, Jezus leeft, mens, hij is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Onderwijzen is uitleggen waarvoor hij gekomen is en wat hij in jouw leven wil doen. Dit is onderwijs en ik wil u wat onderwijs geven vanmorgen. Ik weet dat u goed onderwijs hier heeft en ik vraag u om te luisteren. Ik wil rustig praten dat iedereen mee kan verstaan. Het onderwerp is belofte of erfenis. Heel wat christenen zijn verstrikt in beloftes. En dank God voor zijn beloftes, want Gods beloftes zijn waar. Toch wil God u hoger hebben als dat. God wil u hebben in de mentaliteit van een erfgenaam. Ja, onze mindset, onze gedachtegang van een belofte is eigenlijk, het is beloofd en je moet maar zien of het gebeurt. Een erfgenaam is een heel ander verhaal. Een erfgenaam weet wat hij heeft. En een erfgenaam leeft uit wat hij heeft. Als u erfgenaam ergens van bent, leeft u heel anders dan dat u een belofte heeft. En Mozes was in Egypte, gelukkig hij doet het. Mozes was in Egypte om het volk van Israël te bevrijden. En als hij in Egypte is, zegt hij, we gaan naar het beloofde land. We gaan naar het beloofde land. Klopt, het land was beloofd. Hij is in Egypte, hij zegt, we gaan naar het beloofde land. Als Jozua op het punt staat om in het beloofde land te gaan, praat God niet meer over een beloofde land, praat God over bezit. De hele rit van Egypte tot aan de grens van Kanaan, zegt Mozes, we gaan naar het beloofde land. Lees nummer 11, vers 12. Het land dat God aan uw vaderen beloofd heeft. Maar als ze eenmaal op het beloof aan de grens staan om binnen te gaan, verander de taal van God. Gods taalwoord, het is bezit. Jozua 1, vers 6 en 7. Kijk, dat voor mijn biemeren. Luister. Als ik een cake aan het bakken ben en dat ding valt elke keer in elkaar, stop ik. En dan ga ik naar mijn vrouw, zeg ik, want ze kan cake bakken. Zeg ik, schat, wat doe ik fout? Want ik wil die cake kunnen bakken. Maar wij christenen bakken een cake al 2000 jaar, het blijft in elkaar storten en we gaan gewoon door. Het feit dat Nederland nog niet gered is, is niet de schuld van Nederland, hoor. Het is de schuld van gelovigen. Want God woont in ons. Kijk wat Paulus gedaan heeft. Kijk wat Petrus gedaan heeft. Kijk wat die mannen hebben gepresteerd onder de zalving van Gods geest. Eén man gaat naar Samaria, zijn naam is Filippus. Hij verandert een hele stad. Waar zijn die dingen gebleven? Het platform is erg belangrijk. Vroeger zei ik, ja, de gemeente is, de mensen geloven niet. Ik was een keer aan het bidden, de Heer zegt, nee, het is niet de mensen die niet geloven. Het platform moet veranderen. Er moet een verandering ook zijn van platform naar zaal. Het platform wordt bewonderd. In het Engels zeg ik, don't admire, get inspired. Het platform wordt bewonderd, terwijl God wil dat u geïnspireerd wordt door het platform. Als we zo doorgaan als dat we nu doorgaan, en dat geldt voor alle gemeentes in Nederland, wordt dit land niet gered. We moeten die cake anders gaan bakken.
Nou, ik hoop dat ik een beetje bodyguards naar de dienst heb die me kunnen beschermen. Nou, Joshua 1, vers 6. Dus Mozes praat de hele tijd vanaf Egypte tot aan de grens van het beloofde land. En hij gaat niet in het land vanwege dat hij niet goed geluisterd heeft naar de Heer. Maar op de grens van het land verandert de taal van God. Hier. Wees vastberaden en standvastig. Dit zegt hij tegen Joshua. Want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan. Wij wijken daarvan. Ja, oké, we kennen dat. En ik zoek de NBG. Heb je ook de NBG voor mij? Want in de NBG staat het eigenlijk wat mooier. Joshua 1, vers 6 tot en met 9. De NBG, hebben we de NBG? De NBG zegt, wees sterk en moedig, want je zult dit volk het land doen beërven. Beërven. Heeft met een erfenis te maken. De NBG zegt, wees sterk en moedig, want je zult het volk, dit volk, het land doen beërven dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen wees zeer sterk en moedig. Dus om je erfenis in bezit te nemen, moet je sterk en moedig zijn. Met andere woorden, je moet God durven geloven. Hier, wees sterk en moedig. Waarom wees sterk en moedig? Heel wat dingen zullen jou proberen te vertellen dat het niet jouw erfenis is. Waarom wees sterk en moedig? Deze wereld praat anders als God. Waarom wees sterk en moedig? Er waren vijanden in het beloofde land die niet wilden dat ze hun erfenis in bezit zouden nemen. Hoeveel weten dat? 7 volkeren waren daar. Die zeiden, kom maar. Jij zegt dat het jouw erfenis is, kom maar. En God zei, het is jouw erfenis. Je zal sterk en moedig moeten zijn om dat ding in bezit te nemen. En de Heer zegt, je zal ze het land doen beërven. In dit woord heeft te maken met erfenis. Dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. En God herhaalt. Als God herhaalt moet je uitkijken. Hè? Alleen wees zeer sterk en moedig. God gooit niet met woorden. Als God herhaalt wil hij zeggen. Je zal sterk en moedig moeten zijn. Want er zijn problemen. Het is hetzelfde dat ik u meeneem op safari naar Afrika. En ik zeg. Hey, je moet voorbereid zijn. Want het zijn leeuwen, je bent in een open terreinwagen, je komt dicht bij de leeuwen, raak niet in paniek, want dan heb je een probleem. Blijf rustig zitten, zelfs als ze naar de wagen toe lopen, vertrouw de gids, denk erom, wees rustig, dan waarschuw ik je. En ik ben er geweest. En ik ben dicht bij die leeuwen gekomen. En dat ik dacht, ik wil naar huis. Heel dicht bij die leeuwen. Ik kijk naar die beesten zitten aan een kadaver te eten. Ik denk, mijn God, ik heb daar gezegd, Heer, ik heb een roeping. Als ik ooit in mijn roeping geloofd heb, zeg ik, heb een roeping, Heer. En gegeven moment reden we weg, want eerst waren die leeuwen op een afstand. En hij zit gas te geven. Ik denk, doe dat nou niet, joh. Hij zit gas te geven. En die leeuwen kijken, ik denk, wat doet die man nou? Uiteindelijk zijn we op weg terug. Stopt hij om me uit te leggen wat voor een struik dat is? Ik denk, man, ik wil niet weten wat voor... Dus hij vraagt mij, hij vraagt ons, hij zegt, hebben jullie genoeg gezien? Ik zei, ja. Ik wilde weg bij die beesten. Nou, als ik je zou... Ik heb daar gezeten met een moeder met kinderen die zei... Hé, kunnen we hier gewoon weggaan? Het is best confronterend, hoor. Ik bedoel, is een open terreinwagen... Is echt open, die wagen. Niet van glas en dat je... Open. En dan zeggen ze, die leeuwen zien jou niet. Dat moet je ook maar geloven. Ze zien jou niet, ze zien een groot voorwerp. Maar ik heb begrepen dat ze soms in die wagen zijn gekomen.
Dus eigenlijk, als je nagaat hoe wij mensen geloven, soms zijn we gek hoe mensen geloven. Ze zien jou niet. Nou, ze vertellen. We waren allemaal stil. Ik zat daar met wat predikers voordat we bij de leeuwen kwamen. Zat iedereen druk te praten. Toen we bij de leeuwen kwamen, alle predikers stil. En ik keek naar, ik zat midden tussen ze. Ik denk, goh, hij is dikker als ik, hij is dikker als... Nou luister, we zijn allemaal eruit gekomen, hier. Let op, wees sterk en moedig, weer opnieuw, wees sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, nog naar links, nog naar rechts, opdat je dan voortspoedig zijn. Dit wetboek mag niet wijken uit je mond, overpeinzen dag en nacht. Opdat je overeenkomstig alles doet wat daarin geschreven is, want dan zul je op je weg je doel bereiken en zul je voorspoedig zijn. Hier komt het weer. Heb ik je niet geboden, wees sterk en moedig? Waarom zou God zo vaak zeggen, wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt. God is niet gek. Als God zo vaak zegt, wees sterk en moedig, weet hij dat er problemen zijn. God gaat niet zomaar vier keer zeggen en nog meer, wees sterk en moedig. Dat doet hij omdat hij weet, je gaat een confrontatie hebben. Laat ik u dit zeggen, christen zijn betekent ook een confrontatie hebben met een heel ander soort gedachtegang in deze wereld. En je moet sterk en moedig zijn om aan God zijn woord vast te houden. Christen zijn is voor mensen met ruggengraat. En God wil je ruggengraat geven door zijn Heilige Geest. Maar u ziet, hè, hij zegt dus, je zal sterk en moedig moeten zijn om je erfenis in bezit te nemen. Vandaag wil ik u vertellen, namens de Heer, u en ik moeten sterk en moedig zijn om ons erfenis in bezit te nemen. En de vijand heeft velen van ons ontmoedigd. En we denken, dit kan niet, dit gaat niet, en zus en noem maar op. Oké. Wees sterk en moedig. Nou, luister. Ik heb u verteld, ze waren in Egypte, praat Mozes dus over het beloofde land. Als ze in het land komen, praat Joshua over erfenis. Als u het boek Joshua leest, dan ziet u dat God tegen Joshua zegt, geef het volk hun aangewezen erfenis. In het boek Joshua is het constant erfenis, 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 erfenis. Al die andere boeken is beloofde land, ze gaan het in bezit nemen, beloofde land. En in het boek Joshua is het erfenis. Erfenis. God zegt, wijs hun dat deel aan. Dat is voor hem, dat is voor hem, dat is voor hem, dat is voor hem. En God zegt ze, het is voor hun, ze moeten het in bezit nemen. Wat van jou is, moet je in bezit nemen. En anders gaat de vijand ermee vandoor. Nu, wij vergeten wel eens dat de Bijbel is Oude Testament en Nieuwe Testament. Nou, een testament is een juridisch stuk. Een testament betekent de wilsbeschikking van iemand. Een testament heeft alleen maar kracht als iemand die het gemaakt heeft gestorven is. Als iemand u in hun testament zet, is een leuke belofte. Zolang ze leven is het een belofte. Het heeft pas kracht als ze dood zijn. En als ze dood zijn, is het een juridisch stuk wat onomkeerbaar is. Er zijn ook heel wat mensen teleurgesteld geraakt. Ze stonden ergens in een testament. De persoon stierf en ze dachten, nou krijg ik het. En ze gaan naar de notaris en de notaris zegt, wat kom je doen? Ja, mijn naam staat erin. Nee, zeggen ze, je naam staat er niet in. Nou wat, de persoon heeft het later eruit gehaald. En ze hebben er geen recht op. Het heeft pas kracht als de persoon dood is. Iemand die in een testament zit, kan je weer eruit halen. Het heeft pas kracht als de persoon gestorven is. Dan is het een juridisch stuk wat je niet kan veranderen. De Bijbel is Oude en Nieuwe Testament. Mijn vraag is, wie heeft het gemaakt? Wie heeft het testament gemaakt? Dan kom ik gauw tot de ontdekking dat de levende God het gedaan heeft. En zo'n zoon Jezus Christus. Mijn vraag is, hij heeft het gemaakt. Maar stijk erin. Maar dat wil ik weten. Staat Holder erin? En dan lees ik, al zo lief heeft God de wereld gehad, denk ik. Hey, ho, wereld, dat ben ik. Ik ben deel van de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon heeft gegeven, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, denk ik. Ik sta erin, man. Overal in de Bijbel waar staat iedereen. Wie? Daar staat u in.
Want als God alle namen moet doen, is die Bijbel niet te sjouw. U weet toch hoe groot die Bijbel wordt. Dus God is praktisch. God zegt iedereen. God zegt wie. En wie is ik? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gaf zijn enig geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Ik ben het. Ik ben iedereen. Want daarom ben ik vandaag gered. Bent u ook iedereen? U bent ook gered. Dus uw naam staat in de Bijbel. Mijn tweede vraag is, ik sta in het testament, maar is de persoon gestorven die het gemaakt heeft of niet? Want we gaan naar Pasen toe, we gaan Pasen vieren en dit is heel belangrijk voor ons deze periode. Mijn vraag is, ik sta in het testament, geweldig. Maar is de erflater dood? De erflater is de persoon die eigenlijk het heeft gemaakt. Hè? Leeft hij nog? En dan kom ik tot de ontdekking in Hebreeën 9, vers 16 en 17. Yo, dit is zo'n mooie boodschap. We zouden hierover moeten mediteren. Christendom verandert als je dit begrijpt. Als je dit begrijpt, ben je geen bedelaar meer. Als je dit begrijpt, ben je een bezitter. Er zijn heel wat dingen waar wij voor bidden, waar je niet voor hoeft te bidden. Er zijn heel wat dingen wat van jou is. Je moet erin leven, je moet eruit leven. Heel wat, Heere, geef me kracht. Wat een dom gebed. Heere, geef me kracht. God woont in je met al zijn kracht en je bidt, geef me kracht. Waar ben je mee bezig? Vervelend, hè? O Heer, wilt u alsjeblieft voor mij zorgen? Hij heeft al gezegd, ik zorg voor jou. Waar ben je mee bezig? We leven als weeskinderen. Heer, zend uw kracht neer. Wat? Waar zeg, hoe moet ik mijn kracht neerzenden? Ik woon in jou met mijn kracht, hoe moet ik neerzenden? Vervelend, hè? Wees in geen ding bezorgd. Waarom? Je bent een erfgenaam. Mijn kinderen zijn niet bezorgd. Ze gaan ervan uit dat ik voor ze zorg. Ze zijn erfgenamen. Soms ben ik mijn overhemd kwijt. Ik zoek het in de wasmachine, het is er niet. Ik zoek het in de kast, het is er niet. Ik ga naar mijn vrouw, ik zeg, waar is mijn overhemd? Weet ik niet, zegt ze. Dan denk ik, iemand heeft het, het kan toch niet zomaar weg zijn? Komt een van onze dochters thuis, ik zeg, dat is mijn overhemd. Ja, pa, ik heb het geleend. Nou, op een avond liep mijn vrouw, het was koud, en ze liep met een vest van mij. Ik zeg, schat, dat is mijn vest. Ze zegt, dat weet ik, en ze liep door. Nou, zie je, dat zijn erfgenamen. Soms eet ik iets wat heel lekker is, weet je wel. Maar ik moet weg, dus ik kan het niet opmaken. En dan eet ik het en ik ga in de koelkast. Ik denk, ik moet dit ding goed bewaren. Dus ik schuif alle potjes op die ik op kan schuiven. Doet u dat ook? Alle potjes die ik kan opschuiven, schuif ik op. Ik zet het helemaal tegen de wand en alles weer ervoor. En ik denk, het is veilig, weet je wel. En dan ga ik weg, ik kom s'avonds thuis, ik ben blij, ik denk, ik heb nog wat in de koelkast. En ik begin potten op, want al die potten staan nog op dezelfde plek. En ik schuif de potten op en ik denk, het is leeg, wat is hier gebeurd? Nou, en dan heeft het gegeten, ik pak, vond het lekker. Ik zeg, wat was van mij? Ze hebben het gegeten, alle potten weer opgeschoven. Nou, wat wil ik je vertellen? Erfgenamen leven anders. Wij leven met God alsof we vreemdelingen zijn. Ik zie wel eens afschrijving op onze bankrekening, H&M. Denk ik, man, ik ben een half jaar niet in H&M geweest. Wie is daar geweest? Zeg mevrouw, ik. Zie, wat van mij is van haar. Waarom leven wij met God alsof wij geen erfgenamen zijn? We leven alsof we een belofte hebben. Nou, de Bijbel is Oude en Nieuwe Testament, Hebreeën 9, vers 16 en 17. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden. Met andere woorden, degene die het heeft gemaakt moet sterven. Een testament toch wordt alleen van kracht indien er iemand gestorven is. Daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. En Jezus is gestorven, dus het is van kracht.
Met andere woorden, uw Bijbel is niet meer belofte. Belofte is de basis. Maar het is nou een erfenis geworden. Belofte is de basis van uw erfenis. Zie de Bijbel niet meer? Ja, maar Paulus zegt toch, al Gods beloften zijn ja en amen. Ja, maar lees al zijn brieven verder. Dan zul je zien dat hij constant over een erfenis praat. Constant praat hij over een erfenis. Ik neem u mee naar Romeinen 8, vers 16 en 17. Wij moeten wakker worden, gelovigen, wij moeten wakker worden, anders kunnen we de wereld niet winnen voor Christus. Uw erfenis is niet ziekte, uw erfenis is gezondheid. Uw erfenis is niet krapte, uw erfenis is overvloed. Uw erfenis is niet mislukking, uw erfenis is succes. Maar als je niet in erfenis gelooft, gaat het niet voor je werken. Nou, wij gaan naar Romeinen 8, vers 16 en 17. De Heilige Geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hoeveel hier zijn een kind van God? Weet u wie u dat heeft gezegd? De Heilige Geest. Die overtuiging komt van Gods geest. De Heilige Geest zelf verzekert ons, onze geest, dat wij Gods kinderen zijn. En nu wij zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Niet worden wij zijn erfgenamen, wij zijn zijn erfgenamen. Het staat er. Ik weet dat u deze dingen weet, maar ik wil in de diepte met u gaan. De diepte is, we weten het hier, maar we leven er niet uit. U weet het, natuurlijk weet u dat u erfgenaam bent, dat weet u. U weet dat u mede-erfgenaam bent. Ik hoor iemand denken, tuurlijk, ik ken Romeinen 8, vers 17. Mijn vraag is, leef je ook eruit? Weiger je bezorgd te zijn. Erfgenamen weigeren bezorgd. Ik weiger bezorgd te zijn. Ja. Van Mozes staat geschreven, hij heeft geweigerd. Rakabasokurata. Mozes heeft geweigerd door te gaan als een zoon van Farao. Hij heeft geweigerd een verkeerde kant op te gaan. Wij christenen moeten weigeren de dingen waarvan God zegt, doe het niet, je moet weigeren om het te doen. Als God zegt, wees niet bezorgd, waarom zal ik bezorgd zijn? Als God zegt om niet bezorgd te zijn, houd dat in dat hij een oplossing voor me heeft. Maar ik moet erin leren geloven. Corrie ten Boom zegt, bezorgd zijn is net iemand in een schobbelstoel. Je bent echt bezig hoor, de hele dag ben je bezig. Maar aan het einde van de dag ben je op dezelfde plek. Ik weiger bezorgd te zijn. De administratie belt me eens op. Ja, we hebben geld nodig. Ik zeg prima, dan moet het komen. Want ik heb mezelf niet geroepen, God heeft mij geroepen. Hij heeft beloofd om me te zorgen. Ik ga het een beetje plat zeggen. Hij is verplicht voor me te zorgen, zolang ik in hem blijf. God gaat mij niet roepen en me laten zitten in ellende. Een artse baas doet het niet. Waarom denk je dat God het doet? Toen hij me riep, ik zei, Heer, geld, hoe moet het? Hij zegt, ik zorg voor je. Ik keek uit het raam, er stond geen DHL-wagen daar met heel wat geld. Hij zegt, ik zorg voor je. Ja. Ja, zij gaan voor je zorgen. En hij is een getrouwe God. Hij heeft voor me gezorgd al die jaren. Zeg, wees niet bezorgd. Je moet weigeren. Sommige dingen moet je weigeren. Weigeren bezorgd te zijn. Als God zegt, ik zorg voor je, zal hij voor je zorgen. Dus ik zeg tegen de administratie, dan moet het komen. Ik heb mezelf niet geroepen. Ik wil dan uitpreken. Ik deed mijn ding in Leiden. God is me komen halen. Dus ik verwacht dat hij voor mij als erfgenaam zorgt. En dan in één keer is daar wat we nodig hebben. Ik zeg, maar is toch logisch? Ik verwacht dat mijn vader voor mij zorgt. Of hij is mijn vader, of hij is het niet. En Jezus zegt, Edgar, wees in geen ding bezorgd. Geen ding is geen ding. En dat is ook geloof. Sommigen van jullie maken je zorgen om je kinderen. Denk je dat je ze kan redden? Kom op, man. Het gaat je niet lukken. Als ze 4 en 5 zijn, kan je ze vertellen wat ze moeten doen. Als ze 13 worden, wordt het knap lastiger. En als ze 17 worden, zetten ze hun hand in de zak, denken ze, je bent ouderwets, man. Of niet? Ze denken dat ze het weten. U heeft veel meer ervaring, maar je breekt niet door.
Denk niet dat jij je kinderen kan redden. Je kan beter s'avonds lekker gaan slapen en zeggen, Heer, u heeft gezegd, wees en geen denk bezorgd. Ik geloof, mijn kinderen gaan u dienen. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat. Ja, maar ze zijn zo teleurgesteld in christenen. So what? God werkt dwars door alle teleurstellingen heen. Judas heeft Jezus verraden. Wat een blamage voor het christendom. Maar het christendom is daarmee niet gestopt. Christenen doen dagelijks domme dingen. Paulus haatte ze, maar hij is toch christen geworden. Paulus haatte ze. Hij is toch de verkondiger geworden van het evangelie. Hij heeft 2/3 geschreven van het Nieuwe Testament. Holder wilde nooit preken. Nou, preekt hij overal wat hij maar kan preken. Wat wil ik je vertellen? U kunt God niet in een doosje stoppen. Als hij zegt, wees niet bezorgd, moet je niet bezorgd zijn. Je kan je zoon niet redden, je dochter niet redden. God redt mensen. Alles wat je moet doen is geloven dat je erfgenaam bent en het van God verwachten. Wat? Soms vertrouwen wij mensen beter als God, weet je dat? Je stapt in een trein, je hebt nooit de conducteur gezien, de conducteur wel, maar je hebt nooit de machinist gezien, de man die dat ding bestuurt, maar je vertrouwt hem. Hoe weet je dat hij niet gedronken heeft? We vertrouwen mensen. Je gaat naar de bakker en je neemt je brood mee en eet het op. Denk je dat de mensen die dingen controleren, elke bakker nalopen, elke brood testen? Je gaat in Albert Heijn, je koopt spul en je kookt het. En dan hoor je 3 dagen later, het is niet goed, maar zit al in je buik. Wat wil ik je vertellen? Wij vertrouwen mensen de hele dag. Wij vertrouwen mensen de hele dag. Het stoplicht springt op groen, je rijdt weg. Hoe weet je dat de andere niet rijdt? We vertrouwen mensen de hele dag en God weigeren we te vertrouwen. Je stapt in een vliegtuig. Ik ben vaker in een vliegtuig. Ik heb nog nooit de piloot gezien. Maar ik zit lekker. Wie zit daar? Wie is hij? Wat doet hij? Ik vertrouw hem. Waarom vertrouwen we God niet? Als God zegt, wees niet bezorgd, wees niet bezorgd. En geen ding, Holder, geen ding, geen ding. Komt een man naar me toe jaren geleden en zegt, ze willen me ontslaan. Ik zeg, oh, hij zag zijn ogen groot en helemaal in paniek, wat ik kan begrijpen. Hij zegt, ze willen me ontslaan. Ik zeg, ach, ach, ach. Ik zeg, oké. Ik zeg, hebben ze al ontslag? Hij zegt, nog niet. Ik zeg, oké, heer, wat kan ik doen om deze man te helpen? Ik zeg, stel nou dat ze je niet ontslaan. Waarvoor maak je nu druk? Hij keek me aan. Hij denkt, nergens, dan maak ik me nergens druk om. Ik zeg, oké, dus dat begrijp je. Want ze wil je ontslaan, maar stel dat het niet gebeurt. Ze hebben gezegd, er gaan ontslagen vallen. Stel dat het niet gebeurt. Ik zeg, dan heb je voor niks druk gemaakt. Hij zegt, dat klopt. Ik zeg, stel dat ze je wel ontslaan. Waar heb je dan druk voor gemaakt? Ze hebben toch ontslag. Dus in beide gevallen heeft het geen nut. Nou, jullie horen me niet. Je kan beter God vertrouwen. Dat mochten ze ontslaan, God je wat beter geeft. Want hij heeft gezegd, wees in geen ding bezorgd. Wij moeten die cake leren bakken. Waarover heeft hij gesproken? Cake bakken. Nou, oké, ik moet u helpen. Oké, die geestgetuig verzekert ons, onze geest, dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen van God. Samen, ja, zijn we ook erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. Wat mij heeft verbaasd is dat er hier staat, samen met Christus zijn we erfgenamen. Niet met Jezus. Christus is Jezus, maar we zijn erfgenamen met Christus. Dit is de gezalfde. Hij staat voor de Heilige Geest. Met andere woorden, je kunt pas van je erfenis genieten als de Heilige Geest de leiding over je leven heeft.
Dit staat niet, ik ben erfgenaam met Jezus. Begrijp me niet verkeerd, Christus is Jezus. Maar er staat heel bewust hier Christus. Staat niet Jezus Christus, Christus. Dat is niet toevallig, het is de salving, is de Heilige Geest. Ik kan pas van mijn erfenis genieten als de Geest van God greep op mijn leven heeft. Dus ik moet leren mij aan de Geest van God over te geven op dagelijkse basis. Hij moet mij kunnen leiden. Geef me Romeinen 8 vers 14. Romeinen 8 vers 14. Dit is een sleutel. De Heilige Geest moet je kunnen leiden. Hij kon Jezus leiden. Hij kon Paulus leiden. Hij wil u ook leiden. Als de Geest van God je niet kan leiden, kan je niet van je erfenis genieten. Romeinen 8 vers 14. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Dus hij zegt in Romeinen 8 vers 17, zijn we nu kinderen? Die vraag moet je kunnen beantwoorden. Als je die vraag niet kan beantwoorden, moet je niet verder lezen. Zijn we nu kinderen? Ik weet het niet, lees niet verder. Zijn we nu kinderen? Ik weet het wel, lees dan verder, want hij heeft jou te vertellen. Zijn we nu kinderen? Dan zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wauw! Dus als gelovige moet je leren om met de Heilige Geest te leven. Hij wil met je praten. Christen zijn is een leven met de Heilige Geest. Hij moet je kunnen leiden. Van Jezus staat geschreven in Lucas 4 vers 1. Jezus, nu vol van de Geest, werd geleid door de Geest. Een verkeerde houding in het christendom is, wij pakken maar bijbelteksten. En denken dat je daarmee de dingen kan oplossen, kan niet. Je kan de dingen alleen oplossen als Christus, als de Geest je leven kan leiden. Je kan een bijbeltekst nemen en zeggen, bij God zijn alle dingen mogelijk. En proberen de Noordzee over te steken, net als Petrus op het water gelopen heeft. Je gaat het niet trekken. God moet je richting geven in dingen. Ja, maar Petrus heeft over het water gelopen, ik ook. Weet je het zeker? Je hebt de leiding van God nodig. Je kan niet zeggen, Holder studeerde voor medicijnen. Hij is gestopt met studeren. Kijk, God gebruikt hem. Ik studeer ook medicijnen, ik stop. Je hebt kans dat je een fiasco wordt. God moet je kunnen leiden. En God wil ons allemaal leiden. Zonder dat de Geest van God je kan leiden, kan je niet van je erfenis genieten. We moeten ons uitstrekken om de Geest van God te leren kennen, mensen. En we kunnen hem kennen. In een gezin heb ik dit gezien, ouders praten met alle kinderen, zelfs met de baby. Juist met de baby. Ik heb heel wat met onze baby's gepraat. Hallo, op hun niveau. Hallo. Ik ga niet tegen een baby zeggen, Amala is A kwadraat. En 9 x 9 is 81. Zeg je niet tegen die baby, want daar moet die eerst voor opgroeien. Maar ik praat wel, iti piti, hallo. Papa, houdt van jou. En die kleine ligt te kijken en ik, wat brabbelt die allemaal. Maar na verloop van tijd pakken ze het. Want dat kind heeft het vermogen om te leren. Ik geef het kind niet het vermogen om te leren. Dat heeft God gegeven. Wat ik doe is, ik vertrouw het vermogen en begin te praten. Papa. En in één keer, ze zegt het al. En dan in de zin één keer, papa. Zie je, het kind heeft het vermogen. Ouders praten met een kind van 37 en met een baby van 1 dag. En de Heilige Geest praat met christenen die 30 jaar gered zijn en met christenen die 1 dag gered zijn. Hij komt op je niveau, hij daalt af om je te bereiken. Ik was maar 2 jaar gered toen de Heer mij riep. Haarscherp liet hij me zien dat hij me riep. 2 jaar, wat voor ervaring had ik als christen. De enige ervaring die ik had met zijn stem is dat ik gered was. Want iedereen die gered is, hoort de stem van de Heilige Geest. Alleen je beseft het niet altijd. Maar je wordt gered omdat de Heilige Geest je overtuigt. Romeinen 8 vers 16, zijn geest getuigt met onze geest. En God maakte het me haarscherp duidelijk. Ik zit in een auto van Hippolytushoef naar Leiden. In één keer komt er een drang in mij om te preken. Ik denk, dat kan niet. Ik ben medestudent. Dacht bijna, het is de duivel. Dat kan niet. Gaat niet. Onmogelijk. Kan niet.
Maar naar gelang ik lijden nader, wordt steeds sterker. En de komende maanden kan ik bijna niet meer leven. God weet je te bereiken. En uiteindelijk zegt hij, ik roep je. Wij moeten geloven dat God tot ons... Als je niet geloof hebt in de stem van God, ga je hem nooit horen. Je moet gaan geloven, God praat met mij. Toen je gered werd, zat je in de samenkomst naar het evangelie te luisteren. En je dacht, is mooi wat die man zegt, mooi wat die vrouw zegt. Is God die tot je praat? En aan het einde van de dienst, wil je hart aan de Heer geven, je steekt je hand omhoog. Het lijkt alsof het de prediker is, maar het is Gods geest die tot je praat. En je loopt naar voren en je geeft je hart aan de Heer. Het praten van God is heel simpel. Je moet hem leren kennen. Iedereen hier kan de Heer leren kennen. Waarom preek ik hierover? Als wij onze erfenis niet begrijpen, gaan we verkeerd bidden. We gaan verkeerd handelen. We gaan rare dingen doen. God wil tot je praten. Weet je dat als je met je paard, als je paard pas gekocht hebt, moet je je paard leren kennen. En jouw paard moet jou ook leren kennen. Als je een ezel hebt, moet hij je leren kennen. Hij moet hem leren kennen. Een koe, hij moet je leren omgekeerd. Een hond, je moet elkaar leren kennen. Ik heb het voorbeeld gegeven. Mijn tante had een hond. Ik logeerde bij mijn tante. Ik probeer dingen simpel te maken. Want het heeft alles hiermee te maken. Als Gods geest je niet kan leiden, blijf je zitten en je erfenis werkt niet. Mijn tante had een hele agressieve hond. Hij heette Nero. Nero. Dat leek een profetische naam voor hem. Hij was heel agressief. En ik ben in huis bij mijn tante. En overal kijk ik waar Nero is. Want Nero bijt als een gek, weet je wel. En op een dag loopt Nero de trap naar beneden. En ik loop achter Nero aan. En ik zorg ervoor dat ik langzamer ben als Nero. Want hij gaat tergend langzaam naar beneden. Want hij heeft door dat ik achter hem ben. En ik denk, ik kom nog tergender langzaam achter jou. En in één keer heeft Nero dat door, dus hij keert zich om. Wat denkt u dat ik gedaan heb? Weg! En mijn tante zegt tegen mij, Eddie, jij moet die hond leren kennen. Ik denk, hem leren kennen? Dat gaat niet. Hij bijt, hij is agressief. Ze zegt, kom. Dus nu moet ik mijn tante geloven. Ze zegt, kom, we gaan hem samen eten geven. Dat was geen leuke boodschap voor mij. En ze neemt het bord en Nero ziet me komen en jongen, hij kijkt al lelijk naar mij. Hij laat zijn tanden zien. Ik denk, moet ik dat eten geven? Dus ze zegt, hier heb je geef hem. Dus ik neem het bord en hij kijkt me aan. Eigenlijk moet ik het bord voor hem neerleggen. Ik moet u zeggen, ik had niet zoveel geloof. Ik heb het gegooid voor hem. En Nero at niet. Hij liet zijn bord liggen en hij keek me nog aan. Maar tante en ik hebben het herhaald een aantal keren. En op de duur werd Nero mijn vriend. Op de duur zaten Nero en ik op het balkon naar buiten te kijken. En naar de voorbijgangers. Ik heb de hond leren kennen. Hij heeft mij leren kennen. We werden vrienden. Als ik een hond kan leren kennen. En een hond mij kan leren kennen. Hoeveel te meer kan ik de geest van God leren kennen. U kan de geest. Weet je, het kennen van iemand is het resultaat van omgaan met iemand. Ik ken geen van jullie twee. Alles wat ik weet is dat jouw vader 40 jaar getrouwd is. Nou, ik ken jou niet, ik ken haar niet. Misschien kennen jullie me wat beter. Maar ik verzeker je. Als ik een jaar lang met jullie samen omga. En we openen ons voor elkaar. Dan kijk ik naar twee heel andere mensen. En daar hoef je geen moeite voor te doen. Het leren kennen van iemand is het resultaat van omgaan met iemand. Het leren kennen van iemand is het resultaat van omgaan met iemand. Kost verder geen moeite. Gewoon veel praten. Twee mensen zitten op een feest. De vrouw zit hier te praten met haar vrienden. De man zit daar te praten met zijn vrienden. De man lacht en doet. De vrouw kijkt hem aan en zegt tegen haar vriendinnen, hij wil naar huis. En de vriendinnen zeggen, nee, kijk, hij zit te lachen en te doen. Ze zegt, hij wil naar huis. Hoe weet je het? Ik ken hem. Maar iedereen dan geeft het naar zijn zin. Zie je, ze kennen elkaar. Ik zit een echtpaar te counselen, ze hebben huwelijksproblemen. En ik praat met die man, want hij was niet zo makkelijk.
En op alles wat ik zeg, zegt hij, ja, broeder Holder, ik denk, dank u Jezus, dit probleem is opgelost. En hij moet naar het toilet. Dus hij loopt weg. En zijn vrouw hangt over die tafel en ze zegt, hij is het niet met u eens. Ik zeg, hij is het niet met me eens. Hij zegt op alles ja. Ze zegt, ik zie het aan hem, hij is het niet met u eens. Ik hoor het straks in de auto. Ik kom die vrouw tegen na verloop van tijd. Ze zegt, ik zei het u toch? In de auto, hij is was het helemaal niet met u eens. Ik dacht dat ik een huwelijk had gered. Maar ik ken die man niet zo goed als zijn vrouw. Ik verzeker je, met de Heilige Geest omgaan brengt je op een niveau dat je hem gaat kennen. Leer met hem praten. Praat met de vader, praat met de zoon, praat met hem. Hij, op een of andere wijze gaat hij een systeem vinden om je duidelijk te maken dat hij het is. Ik moet een paar dingen snel doen, want ik moet gaan afronden. Luister, God kan praten door profetische indruk. In één keer weet je iets. God kan praten door een profetisch visioen. Je ziet iets in je hart. Op een of andere manier zie je iets in je hart. Een visioen. Je zit naar een film te kijken, een bioscoop. In je hart zie je iets. En God kan praten door zijn tegenwoordigheid. Hoeveel hier ervaren Gods geest? Als je bezig bent en in één keer komt Gods geest over jou, moet je opmerkzaam zijn, want heel vaak wil die met je praten. Hij praat door zijn tegenwoordigheid. Er zijn momenten dat gedachten bij me komen. En als die gedachten komen, woem, komt Gods geest mee. Dat ik denk, hey, ik moet nou luisteren. Ik geef een voorbeeld. Hoeveel tijd heb ik nog? Is mijn tijd al op? Half uur? Ja, maar ik wil wel een keer uitgenodigd worden hier. Nou, luister. Ik rijd door het Westland, jaren geleden. En ik verdiende weinig en dat geeft niet. Ik had gekozen ervoor om God te dienen. Geld is nooit mijn drijfveer geweest. Ik rijd door het Westland en ik zie al die mooie huizen daar. En ik denk, Heer, ik leef in een huis, het is gevaarlijk. Als mijn kinderen van de trap vallen, die trap is wel 3 meter hoog, het wel schuin lopen. Ik zeg, of 2 meter, ik zeg, Heer, ze kunnen hun nek breken. En mocht dat niet gebeuren, de scooters die voorbij chasen. Het is gevaarlijk. Ik zeg, Heer, als ik arts was geworden of specialist, had ik een mooi huis gekocht met een erf voor mijn kinderen. Terwijl ik in het Westland rijd. En terwijl ik dat zeg, komt Gods geest over mij. Gewaarwording van zijn tegenwoordigheid. En ik denk, oké, wacht even. Ik praat over het huis en hij bemoeit zich met me. Dus hij leert, hij onderwijst je. En elke keer als ik door het Westland reed en ik begon te praten over dit verhaal, raakt God me aan. Dus hoe onkundig je ook bent, je gaat 1 en 1 optellen. Dus ik rijd door het Westland wel 10 keer en ik zeg, Heer, ze hebben een mooi huis. Ik heb het geld niet om een huis te kopen, maar u kan me een huis geven. U heeft gezegd, wees in geen ding bezorgd. Ik ben een erfgenaam, dan komt erfgenaam kijken. U gaat voor me zorgen, hij raakt me weer aan. Dus op de duur, ik denk, joh, we hebben het. Mevrouw neemt me mee om tacos te eten in Scheveningen in Den Haag. Ik was jarig en ze trakteerde mij op tacos. Ik wist niet wat tacos was en ik kom daar en ik zit in die tacostent met mevrouw. Heerlijk, zij tegenover mij, ik tegenover haar. Ik denk, heerlijk met mevrouw samen. In één keer komt Gods geest over mij. Christenen moeten opmerkzaam zijn met de tegenwoordigheid van de Heer. Gods geest komt over mij in die tacostent. Ik denk, zo, wat een aanwezigheid van God hier, zeg. Maar het bleef alleen sterker worden. Dus op de duur denk ik, wat voor een tent heeft mevrouw me gebracht, joh. Dus ik kijk om me heen, weet je wel. Ik denk, zitten de duistere figuren hier? Maar iedereen is keurig netjes. Ik denk, Heer, wat wil u me zeggen? Want u speelt geen spelletje met mij. En op een of andere wijze, terwijl ik mevrouw aankijk, hoor ik in mijn geest, het huis wat je gevraagd hebt, je hebt het. Dus ik zeg, Heer, je moet, luister hier, vergeef me dat ik dit doe. De Bijbel zegt, veracht de profetieën niet, maar toets alle dingen en behoud het goede. Om iets te toetsen, moet je een systeem hebben. Als je kookt en je wil proeven, moet je een tong hebben met smaakpapillen. Om te toetsen, moet je een systeem hebben om te toetsen. Als je een proefwerk gemaakt hebt, de leraar kan toetsen wat je gemaakt hebt, omdat hij kennis heeft.
Je moet kunnen toetsen, betekent er is een link tussen jou en de geest van God. Hoe wil je anders toetsen? Dus er moet een vriendschap met hem zijn. En die vriendschap groeit door met hem te praten. Dit huis kan veranderen wat commensie heeft. Dit huis wat Levende Steen Ministries heet, kan veranderen. Het hele christendom kan veranderen als we hem leren kennen. En ik zit daar en in één keer hoor ik, je hebt dat huis. En ik denk, ja, hoe, het geld heb ik niet. Ik zou niet weten wie het moet geven. Ik heb geen rijkdom in Ghana. Ik denk, hoe moet dat ding allemaal zeggen? Maar ik keek mevrouw aan en ik zeg tegen haar, ik zeg, eer, Gods geest is zo sterk hier. Ik zeg, we hebben het huis. We hebben het. Ben ik blij dat ze niet zei waar. Ze zei, amen. Om een lang verhaal kort te maken, God heeft bovennatuurlijk ons het huis gegeven. Precies naast een huisarts. Zijn huis en mijn huis is precies hetzelfde huis. En ik had het nog niet door hoor. Dus mijn vrouw zegt tegen mij, heb jij door dat het huis waar je in woont precies hetzelfde huis is als dat de huisarts heeft? Dat is precies wat ik God gevraagd heb. Als ik arts was geworden, had ik een mooi huis gekocht voor mijn vrouw en mijn kinderen. God denkt, oké, no big deal, je bent erfgenaam, je gaat een huis krijgen. Wat wil ik je vertellen? Wij moeten God leren geloven en vertrouwen. Jezus heeft gezegd, ik ben niet van deze wereld en jij bent ook niet van deze wereld. Maar vaak leven wij alsof wij van deze wereld zijn. Maar we zijn hemelburgers, we zijn kinderen van God, we zijn wederom geboren mensen. Wij worden geleid door de geest van God. Wij zijn op weg naar huis. Als God zegt, ik kan voor je zorgen, kan die voor je zorgen. Hij vertelt me in Zambia, jaren geleden, zeg ik, breng je op de televisie. Ik denk, televisie, dat denk ik, kost heel wat geld. Ik heb niet eens een VHS-camera, wat praat u over? Sommigen denken, VHS-camera, wat is dat? Maar ik heb geleerd God te vertrouwen. Ik denk, oké, Heer, als u het zegt, het gebeurt. Nou, om een lang verhaal kort te maken, we zijn nationaal in Nederland. We zijn wereldwijd te zien in Amerika, in Afrika, in Azië, noem het maar op. Als God iets zegt, is hij in staat het te doen. Zeg niet dat het niet kan, vertrouw hem. Wow! Ja, maar ik ben ziek, Holder, ik ben ziek, kan God me genezen? Waarom niet? Als hij de dood heeft overwonnen, kan hij je lichaam genezen? Ik heb helaas meer dode mensen gezien dan ze zou willen zien. En mensen moeten begraven. Het is een pijnlijk iets. Dood is dood. Nou, Jezus is 3 dagen dood. Iemand zei, was hij echt dood? Ik zeg, dood is dood. Want sommigen discussiëren daarover of Jezus dood was. Maar de Bijbel zegt, hij was dood. Hij was gescheiden van God, dus hij was dood. Ja, maar hoe kan God dood zijn? Vraag dat dan, de Heer, ik weet het niet. Maar hij was dood. Als hij terug is gekomen uit de dood, kan hij jou helpen, jonge dame. Ik ben in Thailand, een man heeft leverkanker, fase 4. De dokter stuurt hem naar huis en zegt, is over. Geniet van je familie, is over. Fase 4, een dikke buik. Hij komt in de samenkomst, voor bidden met hem, nog geen 2 minuten. De vrouw van de voorganger belt ons op een paar dagen later. Ze zegt, die man zijn dikke buik is verdwenen. Hij is teruggegaan naar de dokter. De dokter zegt, ik snap er niks van. Er is geen spoor van leverkanker meer bij jou te zien. Die man neemt heel wat mensen mee naar de kerk. De God die wij dienen is een levende God. En hij heeft jou een erfenis gegeven. Je moet in... Er is niks onmogelijk voor God. Alles wat nodig is, is om zijn stem te horen. Ik weet niet hoe u heet. Er is niks onmogelijk voor God. Alles wat nodig is, is om zijn stem te horen. Er is niks onmogelijk voor God. Alles wat nodig is, is om zijn stem te horen. En als je zijn stem gehoord hebt, en je gaat erop in, gaat het werken. Ik moet stoppen. Want ja, maar hoeveel hier zijn blij dat je erfgenaam van God bent? Oké. Had ik mijn verhaal rondgemaakt bij jullie? Oké, is duidelijk hè? Geef me Colossenzen 1 vers 12 tot besluit. Is God goed of niet? Hoeveel zeg ik ben een erfgenaam? Erfgenamen bedelen niet. Erfgenamen genieten ervan.
erfgenamen. Ik maak me geen zorgen. Vroeger als ik een nieuw pak gekocht had, man, ik bewaarde de ding dat het bijna oud werd voordat ik het droeg. En God zei, als jij het niet draagt, ga je geen nieuwe van me krijgen. Je moet gewoon geloven dat ik voor je zorg. Dus ik maak me niet druk. Ik geniet van het leven, want ik heb een vader die voor me zorgt. Colossenzen 1 vers 12 en 13 gaan we lezen tot besluit. Lees het met me mee. En dankt gij met blijdschap de Vader. Ho, waarom zou je danken als er geen reden is om te danken? Ik ga niet zomaar bij jullie komen zeggen dankjewel. Er is een reden ervoor. Er moet een reden zijn om te danken. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel van de heiligen in het licht. Dit is wandelen met hem dus. Hij heeft je toebereid voor het erfdeel der heiligen in het licht. Niet als je in de hemel bent. Hij praat tot mensen op aarde. Ja, maar daar in de hemel, daar gaan we genieten. Nee, ik wil hier genieten. In de hemel is alles goed. Hier heb ik vreugde nodig. Weet je wat je erfenis is? Vreugde, blijdschap, gerechtigheid, kracht. Is je erfenis? Is je erfenis? Vreugde. De vreugde van de Heer is je kracht. Is je erfenis? De rust van de Heer is je erfenis. De gezondheid van de Heer is je erfenis. Niet in de hemel, ja, daar is ook goed. Maar voorlopig ben ik hier. Oh, er zijn van die christenen die willen naar de hemel gaan. Weet je, wij christenen zijn leuk hoor. De Heer zegt, bid u wel geschieden op aarde als in de hemel. Dus de Heer probeert de hemel op aarde te krijgen. En wij proberen gewoon naar de hemel te gaan. Waar ben je mee bezig? Ja, maar ik wil naar de hemel. Nee. Je moet de hemel hier beneden brengen. U wil geschieden op aarde als in de hemel. We moeten opstaan. Moeten geloven wie we zijn. Denk niet dat je onbelangrijk bent. God heeft jouw geloof nodig. Ja, maar ik heb geen baan. So what? Jij bent 53, je bent al oud. Zeg het niet. Al ben je 85, ben je nog niet oud. Nee. Caleb was 85. Hij zei, ik ben nog net zo sterk. Als 45 jaar geleden. Maar wij hebben van die domme uitspraken. Ja, 70 is voor de sterke, 80 voor de heel sterke. Verkeerde theologie. Mozes klaagde dat ze 70 werden. En maar 80. Mozes is zelf 120 geworden. Kan me niet zeggen dat 80 oud is. Ja, hé. Hey. Ja, ik ben al 56. Jo, als je zo praat, gaat je lichaam de verkeerde kant op. Zeg, ik ben pas 64. Halleluja. Ja, ik ben een oude man. Als je dat wil zeggen, ga je gaan. Maar ik ben geen oude man. Ik ben fris en groen. Halleluja. Wat kunnen we domme dingen zeggen? Spreuken 6 vers 2 en 3 zegt, laat je mond niet een strik voor je woorden. Hij verjongt je jeugd. Hij verjongt je jeugd. Hij verjongt je jeugd. Begrijp je erfenis? Nou, we gaan het nu lezen. Ik moet het echt lezen. Is lastig voor mij om te lezen soms. En dankt gij met blijdschap de Vader is ook zo'n woord, die u toebereid heeft voor het erfdeel van de heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Daar kan je uren over praten, gaan we niet doen. U bent rijker als dat u denkt. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, als je een christen bent, ben je rijker als dat je denkt. Kom. Halleluja. Halleluja. Tarasarasa. Hey. Hey. Er zijn wel vijanden in het land. Laat ons de hoofden buigen met elkaar.